Dames en heren, een hele goede middag en welkom terug op mijn kanaal. Super tof dat jullie ook dit keer weer kijken. En ik ben aangekomen in Brabant bij Nino Hoijmans. En er staat hier niet 1, 9, 11. Er staan er 2. En dan loop je naar de showroom binnen. Maar er staan er veel meer moois, dus gaan we. Ja jongens, dit is het dan. Dit is het echt. De Audi R6. Perfect in alle opzichten. Nardo Grey. Zwarte accenten. Ja, gewoon perfect. Niks meer aan toevoegen. Niet alleen als daily, maar ook gewoon als enige auto op je oprit, jongen. En R6, dat, ja, daar droom je wel van. Ik ben maar heel even van auto geswitcht, want ik zei natuurlijk net die RS6 dat ik dat zo geweldig vond. Maar voor me staat een E63 en er staat rechts van me een C63 en ik bevind me nu in een M4. En daar maak je me toch ook wel heel erg blij mee hoor. Je hebt natuurlijk mensen die hebben vaak een merkvoorkeur. Ik ben echt een M-freak, ik ben echt een RS-freak, ik ben een AMG-freak. Ik ben gewoon lekker autoliefhebber, dames en heren. En ik moet zeggen, van een M-line, this is the one. This is the one. All black, M4, sportuitlaat, overal carbon en dan mis ik alleen nog de openbare stuur. Ja, dames en heren. En ook gewoon de perfecte Hurricane Hero. In het oranje, zwarte velgen. En dit interieur, jongens. Dit is zo onwijs ziek om te zien. Ik denk dat ik hier ook gewoon een perfecte garage heb gevonden. Oranje Hurricane, perfect uitgevoerd. En een RS6 voor door de week. Hond achterin. En eventueel gewoon uit je werk door naar het circuit. Wauw. Wat een showroom. Dit is ook zo onwijs ziek, mensen. Het is gewoon net alsof je in een straaljager zit. Kijk al die knopjes. Helemaal verliefd. Ja, en zo makkelijk kom je in die Lamborghini Aventador, jongens. Het gaat best wel makkelijk met 1,90 meter. Dus ik zeg maar doen. Ik ben persoonlijk wel meer een Hurricane fan, maar ik heb hier meer dan genoeg om mijn ogen uit te kunnen kijken. Nino Hoijmans, onwijs bedankt. Ik heb een topmiddag gehad. Genoten van al het moois en natuurlijk wel de hoogtepuntjes. De Hurricane, de Aventador
en RSS en meer dan genoeg Ferraris. Dames en heren, onwijs bedankt voor het kijken. Ga zeker ook zelf een keertje hier langs. Zeker de moeite waard. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Zie ik jullie heel snel, hè. Mazzel. Ja, we zijn toch nog thuis. En dat komt eigenlijk omdat ik de video toch hier wil afsluiten. Ik wil nog een paar dingetjes bespreken. Eigenlijk ook één groot ding bespreken. En dat is iets waar ik al best wel lang over nadenk. En dat is, moet ik mijn pagina en mijn YouTube kanaal veranderen naar Engelstalig? Nou, dan vraag je je natuurlijk af, waarom zou je dat doen? Nou, dat heeft sowieso een paar voordelen. Maar ook uiteraard een paar nadelen. En één van de voordelen die me echt onwijs aanspreekt is, ik ga sowieso binnenkort naar verschillende landen. Ik ga reizen. En heel simpel gezegd, als ik daar een auto wil lenen of ik wil iets voor een bedrijf kunnen betekenen, heeft het gewoon geen zin als ik dat in het Nederlands doe. Ik ga deze zomer weer naar Italië. En ik kom eraan bij een autobedrijf en ik vraag, nou jongens, mag ik een filmpje voor jullie maken? En ze zeggen, ja, nou, prima, is goed, gaan we doen. En ze zeggen, ja, weet je, er is één nadeel, ik doe alles in Nederlands. Spreken de mensen in Italië Nederlands? Nee, precies. Oftewel, heeft geen zin, gaat niet door. Hele feest gaat niet door, omdat ik een Nederlands kanaal heb. Daarnaast natuurlijk, ander groot voordeel, bereik. Nederland zit onwijs veel mensen op YouTube, veel mensen kijken video's. Is natuurlijk super leuk, alleen hoe groot is de totale bevolking nou de hele wereld die op YouTube zitten? Nog veel groter. En daardoor dus meer bereik, meer views, meer abonnees. En dat maakt het natuurlijk nog leuker en interessanter voor iedereen. Daarnaast vind ik het ook zelf persoonlijk super vet als ik bijvoorbeeld een keer een reactie krijg van iemand die bijvoorbeeld in Spanje zit, die in Spanje naar mijn video's zit te kijken. Dat lijkt me echt gewoon super tof om terug te lezen. Of gewoon bij je analytics bijvoorbeeld, dat je gewoon ziet van, nou, deze landen kijken ze het allemaal. Hoe vet zou het zijn als bijvoorbeeld iemand in Australië mijn filmpje zou kijken van bijvoorbeeld de Audi TT van vorige week. Ja. Dat lijkt me gewoon super vet. Daarnaast de YouTubers die ik allemaal volg op autogebied of fitnessgebied, verzinnen maar, doen het ook allemaal in het Engels. Grootste reden is natuurlijk het bereik. Eén ding wat ik hier meteen wel aan toe wil voegen is dat ik natuurlijk niet deze keuze heb gemaakt voor het geld. Ik ben niet begonnen met YouTube voor het geld, ik ben echt puur begonnen om mijn passie te delen voor auto's en eigenlijk een kanaal te hebben wat niet zo tot in de details van de specificaties van een auto gaat, maar echt puur gebaseerd op passie. En dat is nog steeds wat ik wil doorvoeren, ook in het Engels, als ik die keuze ga maken. Mensen die me waarschijnlijk al sinds het begin volgen weten dat ik hiervoor een Engelstalige opleiding heb gedaan. Ik heb hiervoor de opleiding International Business Studies gevolgd, dat was volledig Engelstalig. Dus Engels zit op zich al snor. En ik denk ook zeker dat het goed uit moet pakken. Ik hoef ook niet meer te wennen aan het vloggen zelf. Ik vind het helemaal geen probleem als mensen met een camera op straat zien. Dus dat is sowieso uit de weg. En ik denk dat het Engels daarom ook een hele mooie toevoeging kan zijn. En de volgende stap op dit kanaal. Maar voor nu zie ik alleen mijn voordelen. Komen de twee video's sowieso nog in het Nederlands. So I'll leave this video in English. Everybody, thanks for watching. Leave a comment down below what you think. Subscribe for more for sure. And I'll see you soon. Bye.